Okay, Rick. Clear enough. Nu zoeken we die laatste Jiggy is. Dat zou heel erg fijn zijn. Dat was hem. Ze knopen. We gaan echt als een baas door het spel heen, hè? Dan zijn we bijna klaar met deze. Gaan we zo Gobi's Valley afmaken en dan een Mad Monster Mansion. Yo, ik ben geen baas, hè. Ik doe het gewoon, ik speel het gewoon voor de lol. Eens even kijken. Totals. Die klaar. Alleen nog de honeycombs, maar die komen nog wel. Ik denk dat er nog één honeycomb. Oh, klaar. Alle jiggies. Oké. Okay. Heb ik me tof vergist. Want ik dacht eigenlijk dat Freeze Easy Peak eerder kwam dan Gobi's Valley. Maar dat blijkt toch niet. Kijk. Hey. Gobi's Valley komt erna. Om nooit meer terug te komen. Alleen nog even deze gekke jongen weghalen. Ik hoop dat die spinnenweb er nog vanaf is. Hey, Zelda Marathon en Elsa Beyond in de modlijst. Hey Mew! Jongen! Nee! Net te laat! Jammer! Zeg allemaal eens even hallo tegen Mew. Emiel, wat vind jij van Banjo-Kazooie? Ja, super hè. Ik ben net opnieuw begonnen. Speciaal te streamen, nieuwe save gestart. En we hebben de helft hebben we al 100% gehaald van de werelden. Dus het gaat lekker. Gaat super. Zo. Ja, ik heb per ongeluk mijn... Oh, dat was niet de bedoeling. Ik hield per ongeluk mijn arm op de knop. Hoe laat begon ik? Rond 4 uur of rond 12 uur of zo. Nee, later. Half 1? Rond half 1, denk ik. Thank you.
Dan gaan we nou terug. Ja, ik denk dat het al. Als jij de laatste dagen mij gevolgd hebt, dan is het denk ik al duidelijk welke ik als eerste zou zeggen. Super Meat Boy als eerst. McPixel sowieso als laatst. World of War is ook wel vet spel hoor. Ik heb geen haat aan Treyarch of World of War of zo. Ik vind World of War echt een tof spel. Je kan die 5 euro van McPixel. Die kan je beter besteden aan. Oh, daar hebben ze toch veranderd, sorry. Je kan die. Dan zou ik zeggen. Ga voor World of War. Dat je daar nog het meeste uit kan halen, vind ik zelf. Helemaal als je de zombie mode en de multiplayer meerekent. Niet dat de multiplayer nog echt fantastisch is, maar. Je kan er nog het meest plezier mee hebben, vind ik zo. Zombies for the win. Volgens mij waren de maps voor. World at War. Die waren toch gratis, of niet? Dus dan heb je sowieso 4 of 5 gratis zombie maps erbij. Wat? Ja, die map packs zijn volgens mij gratis bij World of War. Oh, Rihanna Elise die komt zo naar ons toe. I'm Ruby. Boeri. No, ik zeg geen McPixel halen. Dan ga je echt. Nou, het is jouw geld, jongen. Het is wat jij echt graag. Als jij het graag wil halen, moet halen. Maar ik denk zelf. Dat je McPixel. Voor die 5 euro niet je geld waard. Dus kan je beter wachten tot de Summer Sale. Of tot de Winter Sale. Of tot de Black. Black Sunday. Wat ook heel erg snel is. Deze maand nog. Vanwege Thanksgiving. Is die honeycomb erachter of niet? Ik denk als je bijvoorbeeld Meat Boy of World of War zou halen, dat je meer plezier hebt dan dat je ooit zou hebben aan McPixel. Jinjo! Nummer 9, nog eentje.
En dan moeten we door die dingen vliegen. En dan zou deze ook weer klaar. Precies. Was MacPixel niet een Kickstarter? Of ben ik in de war? Niet zonde. Ooit een keer doen. Dat is echt je tijd waard. Je tijd en moeite zelfs. Ja, precies, wat Senna Sanne zegt. Het is je eigen keuze. Wij geven alleen maar advies van jullie te zeggen van nee, niet doen. Don't do it, kid. We just try to be helpful. That's all. En de laatste Jiggy. En dan gaan we die laatste honeycomb halen. Die hadden we volgens mij nog niet. En dat is weer een level afgestreept. Dan hebben we er nog 3 te gaan. En dat zijn Mad Monster Mansion. Oh. Mad Monster Mansion. Rusty Bucket Bay. Dankjewel, Genghis. Mad Monster Mansion is ook gewoon een briljant level. Ik ga gewoon Genghis Khan zeggen. Ik zuig gewoon met namen, dat is wel slecht.